Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolkenvelden trekken over Nederland. Het zijn hoofdzakelijk dikke sluierwolken waar de zon best wel af en toe moeite mee heeft, maar soms ook doorheen schijnt. betekent een wat wisselend beeld vanochtend met bewolking en soms eventjes de zon. Temperatuur loopt op naar een graad of 14. De wind is zwak en waait nog uit een zuidelijke richting. In de loop van de middag begint de wind te draaien naar een noordwestelijke richting. Er zijn nog steeds vrij veel dikke sluierwolken. Af en toe schijnt de zon 19 tot 22 graden de middagtemperatuur. Vanavond daalt het kwik. We houden hetzelfde weerbeeld. We houden rustig weer met de wind in een noordwestelijke hoek. Dan gaan we naar morgen en dan zien we dat de wind noord tot noordoost wordt en langzaam maar zeker ook wat begint toe te nemen. Er komt nog wat minder zachte lucht het land in. Het wordt 16 tot 19 graden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel beter door, overigens na een ochtend waarin het tijdelijk mistig kan zijn. Dan naar de vrijdag nog wat meer ruimte voor de zon, net als in het weekeinde. Met temperaturen rond een graad of 16. De wind is eerst noordoost, maar wordt in het weekend weer zuidwestelijk van richting. En blijft overigens zwak tot matig van kracht. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.